Yo, mijn naam is Tito en vandaag spelen we Minecraft Survival deel 19. Yes, en vandaag gaan we weer verder met mijn tempel. Yes. Oké, ik heb aan de andere kant heb ik ook even twee torentjes gebouwd. Daar zat er één en aan de andere kant zat er ook één. Die ga ik hetzelfde maken als deze kant. En dan wil ik de gat naar de tempel wil ik dicht hebben. Dus ik bouw dit zo mooi op. Ik denk dat ik hier dan zandsteen, gladde zandsteen ga doen. Die zo naar boven. Daar, ja. En dan aan deze kant ook. 1, 2, 3 en 4. En dan hier komt dan nog gewoon normaal zandsteen. Zou ik hier een plaat kunnen plaatsen? Denk het wel. Ja, top. Dan plaats ik hier gewoon een plaat. Ho. En die komt dan daar. We maken hier 1 en 2 zandsteen. Lekker bezig. Oké, dan hebben we dat dichtgemaakt. En ik heb hier twee ingangetjes gemaakt zodat we de tempel in kunnen, of de torens in kunnen eigenlijk. En dan wil ik aan deze kant ga ik hem ook dicht maken. 1 en 2. Dan haal ik die even weg. Nee. En dan zit ook zo mooi dicht. En aan deze kant uiteraard ook. Dan 1 en 2. Lekker bezig. Ik had ook al wat hekjes gemaakt. Wat donkere eikenhouten hekjes. En die plaats ik dan tussen de pilaren die ik had gemaakt. 1, 2. Daar en daar. En daar komt er nog een. Dus nu ik dit zo heb gedaan, ga ik met deze torens eigenlijk weer even een beetje hoger maken. Maar niet, hoe heet dat? Niet dat er nog een laag bij komt, maar gewoon dat er een mooie dak op kan. Ik denk dat dit wel hoog genoeg is. Gewoon dezelfde hoogte als deze dak, dit dak. Doe ik hier nog gladde zandsteen? Nee, dat doe ik niet. Hop. Dat doe ik gewoon niet. Gewoon lekker zandsteen. Zo. Hop. 2, 2, 2. Daar 2, daar 2. En daar 2. En dan komen hier ook nog 1 en 2. Oké. Okay. Ik kan hier, zou ik ook wel hekjes op kunnen plaatsen. Misschien net voor dat extra detail. Dat is misschien wel mooi. Zo. En aan deze kant ook. Die komt dan daar zo. Oké. Wat ik nu ga doen is een donkere eikenhouten dak maken. Maar dan moet ik wel eikenhouten blokken hebben. Donkere eikenhouten blokken. Die heb ik als goed is niet hier. Steen, steen. Ja, hier zo. Zo. Ik kan het dan zo mooi plaatsen. 2. Ik denk dat ik daar wel genoeg aan heb. Met platen. Ja, hoppa. Zo. Dan pak ik die platen bij en dan maak ik zo het dak. Even kijken, dat doe ik. Oh. Maak ik even hier eentje omhoog. 1, 2, op.
En dan kan ik hier zo mooi het dakje maken. Denk dat ik ook de een eroverheen ga laten steken. Alleen ik heb hem hier gemaakt. Ja. Even kijken hoor. Doen we gewoon zo. En dan die hoek niet. Dan bouw ik hem zeg maar zo op. Op. Oh. Zo'n beetje erg laag. Die moet daar, daar, daar en daar. Daar en daar. En die komt dan daar zo. Ja. En die daar en daar. Haal die weg. En dan plaats ik hier in principe ook nog gewoon zo. Zo en zo. En dan is hij klaar. Weet je wat, ik doe die en die andere kant ook gewoon zo dubbelop. Ja, die had ik zo gedaan. En zo. Daar en daar. En die komt dan daar zo. En die doen we aan deze kant. En dan bouwen we hem zo mooi af. Dan heb ik hier nog meer donkere eikenhouten plankjes. En zo. Die komt daar. Kom ik erbij? Ja. Hoppa. En dan bouw ik deze kant ook zo mooi af. Nice. En dan is hij in principe alweer klaar, het dak. Kijken of dat een beetje mooi is. Ik denk het wel. Ja, top. Nou, je ziet er niet heel veel van, maar het is in ieder geval een dak erbovenop. Ja, dan ga ik eigenlijk deze kant helemaal doen. Dus dan trekken we deze ook helemaal door. Kom ik er makkelijk bij? Ja. Zo, en dan moet ik even kijken hoe ik hem aan deze kant had gemaakt. Volgens mij had ik eentje... Ja, deze kant had ik blokken. En dan had ik 1, 2, 3 en weer blokken. Dus één rij blokken. 1, 2, 3. Die komt dan hier. Ja. Dan trekken we deze helemaal door naar de andere kant toe. En die komt dan daar zo. En 1, 2, zo, zo en zo. En dan gaan we langzaam de tempel wordt dan mooi afgemaakt. En deze komt hier naartoe. Zo. En dan had ik daar een mooi kistje staan. Is dat aan de andere kant? Kom ik erbij? Nee. Oh, jammer. Maar, weet je wat? We kunnen ook gewoon van binnenuit. Daar. Hop. Zo doen we dat. En dan pakken we hier een paar platen. Neem aan dat dit wel genoeg is. En deze plaatsen we hier naartoe.
En dan kijken we even aan deze kant. Hoe deed ik dat? Ik deed van de muur 1, 2. Ja, en op de muur deed ik 1. Dus dan kregen we hier, kregen we dan 1. 1, 2 overslaan. Bam. Constant 2 overslaan. Als het goed is, komt hij dan niet uit. Oké, perfect. Nee, dan laten we deze zo. Of misschien als ik 3 oversla, dan komt hij me dan misschien wel beter uit. En dan sla ik aan de randjes, doe ik dan 3 overslaan. Zo, die komt dan daar. Oh. Blokkie, blokkie, blokkie. Een zandstenen blokkie. En zo, 3, 3. Ja, en deze halen we weg. En die plaats ik dan mooi daar. Kijk. Beter, dan heb ik overal gewoon 3. 3 op een rij. 1, 2 en 3. En deze komt hier naartoe. Hoppa. Hop. En die slaan we even over. Want deze komt dan weer hier naartoe. 1, 2 en 3. En begint al donker te worden. Het is al donker. Dus ik moet eigenlijk wel heel snel gaan slapen. Voordat alle mobs spannen dadelijk. En die komt dan 1, 2 en 3 daar zo. Kijk, oh, daar komen ze al. Oké, dan ga ik even snel slapen. Snel bed in. En bam. Ik krijg ook een beetje honger. Dus ze moeten ook eten natuurlijk. Oké, want die skeleton. Die zag mij. Oké, waarom ging hij naar beneden? Die ging helemaal zwemmen. En dan plaatsen we hier mooie zandsteentjes. En die komt daar. En deze gaat hierheen. Zandsteen, zandsteen, check, check. Hoppa. En dan plaatsen we hier wel de zandstenen trap. 1, 2. 1 en 2. Zo, 1, 2. Ja, en dan komt deze precies goed uit. Doen we daar. 1 daar. En daar. En hier komt dan niks. Want dan maken we hier weer 1, 2 en 3. Oh, Tito. Nou, ik ben wel lekker bezig vandaag. Hoppa. Die plaats daar naartoe. Hop. Hop, oh. Oh, die komt daar, 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 daar. Nou, ik kan beter langzaam bouwen dan sneller. Want dan gaat het een stuk beter, zoals je kan zien. Oh. En die komt daar, daar, daar. Die halen we weg en die halen we weg. En ik kom gewoon precies uit. Lekker bezig. Oké, dat gebeurt niet vaak dat ik precies uitkom. Maar dat is wel even lekker. Oh. Want dan hoef ik niks te maken natuurlijk. Hop. En dan haal die weg.
kunnen deze gewoon mooi in één keer door, nou, trekken, wou ik zeggen. Maar dat ging niet helemaal goed. En die komt dan daar en daar. En dan had ik hier aan deze kant 3. 1, 2 en 3. 1, 2, 3. Ja. Toch? Oh, daar heb ik weer 2 gedaan. Oh. Die komt daar en die komt daar. Die halen we weg en die halen we weg. Zo. 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Die komt dan daar. Nice. En dan gaan we naar de andere kant. In principe gewoon weer precies hetzelfde. Hoppa. Oké. Okay. Die hebben we dan ook gehad. Nu moet ik nog zandsteen in de plaat. En deze had ik weggehaald. Had ik hier nog gladde zandsteen? Oh, nog één. Maar dat was precies van deze. Zo, oké, okay, nog een paar zandstenen platen. Nou, een paar zijn aardig wat in principe. 54 stuks. Ja. Daar, daar. Nou, hij wou hem niet pakken. 1, 2, 3. 1, 2 en 3. 2. En 2. Deze komt 1, 2. Die bouwen we dan gewoon helemaal mooi zo rond. En deze kant ook uiteraard. 1 en 2. Die komt dan daar. Twee, drie. Eén en twee. Daar, daar. Hoor ik een heks? Ja, ik hoor een heks. Waar zal die zitten? Onder hier. Ik denk dat hij hieronder zit. Eén, twee, drie. En deze kant. De laatste kant is done. Oké. Okay. Of die zit hier. Nee. Dan zit hij hieronder. Ook niet. Oh, dan denk ik dat hij hieronder zit ergens. Want dat kan niet anders. Ja. Oké. Okay. Nee, dat is top. Daar kan ik wel mee leven. Dat hij dan daaronder zit, zeg maar. Ik hoor ook allemaal zombies. En dan pakken we hier de, oh ja, dit is niet zo handig, dan weet ik niet wat, waar de hekjes horen. Volgens mij was het hier één, toch? Even kijken hoor. Ja, en dan is het hier 1, 2, 3, 1, 2 en 3. Ik had het per 3 gedaan, natuurlijk. 1, 2, 3. Top. Deze kant was 1. 1, 2. 1, 2. 1, 2. En 1 en 2. Deze kant was 3. En dat was dat. En dan hier kan ik. 1, 2, 2, 1 en 2. Ja. Nou. Nee, ook 3 natuurlijk. Tito. Die is nu voor goed. Oké, okay, nice. Oké, okay, dat was het weer voor vandaag. Ik zou zeggen, geef de blauwe duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En zie ik je in de volgende aflevering. Ik zou zeggen de mazzel.